Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar paragraaf 3 van hoofdstuk 1 van het examenjaar in de MAVO, MAVO 4. We gaan het vandaag hebben over liberale, conservatieve en confessionele. Waar het onder andere over gaat, zodat je ook op het plaatje kan zien, is namelijk de vraag over wie mag er kiezen, wie mag er stemmen bij de verkiezingen. Nou, we gaan vandaag naar een aantal dingen kijken. We gaan kijken naar de nieuwe koning, koning Willem III. Er was een ruzietje om Luxemburg. We gaan kijken naar de vergroting van het kiesrecht. En dan kijken naar nieuwe politieke stromingen die ontstaan. Onder andere de confessionele. En we gaan kijken naar de schoolstrijd. We beginnen bij koning Willem III. Die je hier op een aantal afbeeldingen ziet. Eén keer geschilderd en twee keer gefotografeerd. En koning Willem III kwam vlak aan de macht nadat de nieuwe grondwet was ingetreden. 1849 zo uit mijn hoofd. En koning Willem III was eigenlijk helemaal niet blij met de nieuwe grondwet. Hij wilde ook eigenlijk helemaal niet koning worden van Nederland. Hij zei, als ik koning wil worden, of moet worden van jullie land, dan moet die grondwet weg. Nou, het weigerde iedereen. Uiteindelijk koos Willem III er maar gewoon voor om koning te worden. En om zich dan maar gewoon te houden aan die nieuwe grondwet. Maar hij deed al wat kleine pogingen om toch de macht terug te krijgen. Een van die pogingen was dat hij als koning nog steeds de macht had om de ministers te benoemen. En hij benoemde allemaal ministers die vrienden van hem waren en die graag wilden dat de koning meer macht zou hebben. We noemen dat ook wel ja, wat mensen die wat conservatief zijn. Conservatief betekent dan wat ouderwetsig, wat minder op zoek zijn naar vernieuwing. En hij benoemde dus ministers die hetzelfde vonden als wat hij vond. Alleen het was helemaal niet gebruikelijk, want de bedoeling was met die nieuwe grondwet dat er ministers benoemd zouden worden die ook het meeste steun zouden krijgen in de Tweede Kamer. En in de Tweede Kamer zaten heel veel mensen die liberaal waren. De Tweede Kamer stemde dus tegen die ministers. Toen zei de koning, als goed, dan roep ik nieuwe verkiezingen uit. Dat mocht hij namelijk ook. En hij vroeg aan de burgers om dan maar wat mensen te kiezen die meer met de koning eens waren. Maar eigenlijk gebeurde het tegenovergestelde. Wat aangaf dat de burgers wat toe waren aan verandering. De burgers stemden niet voor wat ouderwetsere Tweede Kamer. Nee, ze stemden nog een keer op diezelfde liberalen. Ja, en toen kon de koning wel niet anders dan uiteindelijk ook een liberaal kabinet benoemen. Ze deed een poging om de macht wat meer terug te krijgen, om wat meer te bepalen wie de macht had, maar dat mislukte door de nieuwe grondwet. Een ander moment waarop de koning probeert wat macht terug te krijgen, dat is de Luxemburgse kwestie. Willem was namelijk ook de koning van Luxemburg, want ook Luxemburg hoorde bij het Nederlands Rijk. Nou, hier zie je een kaartje. Op dit kaartje zie je een aantal dingen. Je ziet 1 of welk grondgebied er bij Nederland hoorde. Je ziet 2 een stukje grondgebied dat we nu Limburg noemen. Dat hoorde toen even niet bij Nederland. Je ziet België met nummertje 3. En dan zie je nummertje 4 en 5, dat is Luxemburg. En nummertje 4 hoort eigenlijk bij België. En nummertje 5, dat was het stukje dat nog in handen was van koning Willem III. En koning Willem III had eigenlijk wat geldproblemen. Nou, Frankrijk wilde heel graag een stukje van Luxemburg kopen. Dan hadden ze namelijk een stukje vlakbij de Duitse grens. En Duitsland en Frankrijk waren in die tijd niet zo hele goede vrienden. En Frankrijk wilde graag dat stukje kopen. Nou, Willem III, met zijn geldproblemen, wilde dit wel. En besprak dit ook met zijn ministers. En ja, ministers waren allemaal vriendjes van hem, in ieder geval de meeste. Dus ja, die zeiden, ja, koning, als u dat wilt, is dat dan een heel goed plan. En de koning en de ministers kozen er bewust voor om het niet te bespreken met de Tweede Kamer. En dat is gek, want de Tweede Kamer zou normaal gesproken gaan over alle dingen die de koning moet doen. Sterker nog, de koning is ook niet meer verantwoordelijk. De minister is verantwoordelijk voor de keuzes die de koning maakt. Maar dan moet de minister ook de Kamer inlichten, want die moet het daarmee eens zijn. Nou, dat deden de koning en de ministers dus niet. Op het moment dat Pruisen, en dat was op dat moment de grootste provincie van Duitsland, want Duitsland was al niet echt één land, dat waren allemaal kleine landjes. Op het moment dat Pruisen, de grootste van allemaal, hoort dat koning Willem III Luxemburg wil verkopen aan de Fransen, wordt hij woest. In ieder geval de keizer van de Pruisen wordt woest. En hij zegt, nou Nederland, als jullie dat doen, dan verklaren wij jullie de oorlog. En dan zie je dat de verkoop snel wordt gestopt, want Frankrijk was een machtig land, maar de Nederlanders waren eigenlijk nog wel banger voor de Pruisen dan voor de Fransen, want de Pruisen hadden een fantastisch leger, echt een heel modern leger, en ja, daar waren de Nederlanders ook eigenlijk een klein beetje bang voor. En de Tweede Kamer die krijgt dan ook te horen dat ze eigenlijk helemaal zijn genegeerd bij deze kwestie. Die dwingen de koning om dus te stoppen met de verkoop, en uiteindelijk wordt er een oplossing gevonden. Het wordt niet aan Frankrijk en het wordt niet aan Duitsland verkocht. En uiteindelijk
heeft het grote gevolgen, want de regering wordt weggestemd. Er moet een nieuwe regering komen. En het is eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis dat een regering aftreedt. In eerste instantie blijven de ministers nog gewoon zitten, maar ja, de Tweede Kamer geeft aan, wij hebben geen vertrouwen meer in jullie. Uiteindelijk treden ze toch af. En ja, nu is het heel normaal, nu is het tegenwoordig heel gebruikelijk dat als ministers het vertrouwen niet meer hebben van het parlement, dat ze dan aftreden en dan ook stoppen. Oké, dan gaan we wat verder. Het parlement heeft dus bewezen dat ze eigenlijk het machtigste waren. En als ze willen, dan bepaalt het parlement wat er gebeurt. Dus je kon tot de conclusie komen dat het parlementaire stelsel, het stelsel waarbij het parlement het belangrijkste is, dus werkt. Maar nog steeds zie je dat er wat onrust is. Want we zijn dan een parlementaire democratie. Maar eigenlijk mogen alleen maar de allerrijkste mensen nog stemmen. Misschien weet je het nog wel hoe dat ook alweer heet. Dat heette namelijk, ik wacht even een aantal seconden, het censuskiesrecht. Maar steeds meer mensen hadden zoiets van, ja, dat is toch niet helemaal eerlijk. Want je hebt heel veel rijke mensen en die stemmen eigenlijk alleen maar op rijke mensen. En op die manier worden alleen maar de belangen van de rijke mensen vertegenwoordigd. Dus heel veel mensen gaven aan, dat moeten we eigenlijk veranderen. En er kwamen steeds meer mensen die voor een kiesrecht waren, wat een stukje uitgebreider was dan het censuskiesrecht wat ze kennen. En dat zie je heel voorzichtig, beetje bij beetje, een klein beetje veranderen. Dan worden er op een gegeven moment wat andere eisen gesteld aan het kiesrecht. En een van die eisen is bijvoorbeeld dat mensen die willen stemmen moeten kunnen lezen en schrijven. Dus goed onderwijs moeten hebben gehad. En dat is op dat moment in Nederland nog een redelijk beperkt deel, hoor. Het wordt wel steeds meer. Maar echt niet iedereen kan zomaar lezen en schrijven. Dus dat was best wel een eis. En ze spreken met elkaar af dat er steeds meer mensen mogen stemmen en dat de Kamer, het parlement, de bevoegdheid krijgt om dat kiesrecht wat uit te breiden. Dat artikel wat daarvoor wordt geschreven, dat noemen we het Kachuk-artikel. Ik spreek het vast verkeerd uit, maar ik probeer het maar zo uit te spreken zoals het er staat. Dat is het Franse woord voor rubber, Kachuk. En dat houdt eigenlijk in dat ze met de Kamer afspreken, wij gaan elke keer kijken, elke zoveel jaar, of er misschien wat meer mensen kunnen stemmen. In het begin was het 11% met dat censuskiesrecht en al heel snel wordt dat percentage groter. Het grappige is wel, moet ik erbij zeggen, bij dat kiesrecht is eigenlijk nooit genoemd dat vrouwen niet zouden mogen stemmen. Er staat eigenlijk gewoon in dat de burger moet, nou, en dan staan de eisen daarin. En er zijn op een gegeven moment vrouwen die zeggen, ja, wij mogen ook stemmen. En dan zeggen een paar mannen, vrouwen stemmen? Nee, natuurlijk niet. En dan reageren die vrouwen, ja, maar er staat nergens dat vrouwen niet mogen stemmen. Hoe zeggen die mensen, foutje? Maar natuurlijk stemmen vrouwen niet, want vrouwen hebben niks met het parlement te maken en niks met bestuur. En vrouwen die zijn er thuis voor de kinderen en that's it. En dan zie je dat de vrouwen nog niet aan de beurt zijn, maar de mannen mogen wel steeds meer naar de stembus. Ja, en wat die vrouwen betreft, daar komen we bij de volgende paragraaf gaan we het nog over hebben, laat ik het zo zeggen. Dan zie je, daar had ik het net ook al een klein beetje over, dat er ook nieuwe politieke stromingen ontstaan. Je ziet dat als er meer mensen mogen stemmen, dan heb je ook meer mensen met verschillende meningen en die willen misschien ook wel stemmen op andere politieke stromingen dan alleen maar de liberalen. En dan zie je dat er allemaal groepen opkomen in de samenleving. Wij noemen die groepen emancipatiebewegingen. En als je wil emanciperen, dan wil je eigenlijk dat je op dezelfde manier wordt behandeld als iedereen. En groepen, emancipatiebewegingen, zijn dus groepen van mensen die vinden dat ze niet genoeg en goed worden behandeld, dat ze niet gelijkwaardig worden behandeld en dat dat dus recht getrokken moet worden in de maatschappij. Nou, de twee belangrijkste groepen die we zouden kunnen noemen, dat zijn misschien wel de vrouwen die heel weinig rechten hadden, maar ook de arbeiders, waar we het in paragraaf 4 uitgebreid over gaan hebben. Want die arbeiders die hadden het veel minder dan de andere burgers in Nederland. Behalve de vrouwen en de arbeiders zie je ook dat protestanten en katholieken vinden dat ze worden achtergesteld. Die liberalen die hebben dus steeds meer macht. Die liberalen bepalen steeds meer in het parlement. En heel veel katholieken en protestanten die gewend zijn dat de Bijbel en alles wat met het christendom te maken heeft heel erg belangrijk is, die hebben het gevoel dat ze steeds minder te zeggen krijgen, steeds minder invloed. Liberalen zeggen namelijk ook, regels en wetten maak je met je verstand en niet met je geloof. En daar waren protestanten en katholieken het heel erg mee oneens. Dan zie je dat er een groep mensen komt, een nieuwe emancipatiebeweging, die noemen wij de anti-revolutionaire. Dat was een beweging van de protestanten.
En het woordje revolutie betekent een grote verandering. En eigenlijk geeft anti-revolutie aan, anti-revolutionaire, dat deze mensen de verandering die bezig was helemaal niet zagen zitten. Ze wilden het eigenlijk een beetje laten zoals het vroeger was. De anti-revolutionaire. Die mensen noem je ook wel de kleine luiden. Want dat waren heel vaak, waren dat burgers die je minder snel opvallen. Veel burgers in kleine dorpjes, arbeiders, boeren, mensen die minder aanwezig zijn, minder geld hebben, maar braaf elke zondag naar de kerk gaan of soms zelfs 2 keer naar de kerk. En die mensen noemde je kleine luiden. De antirevolutionairen hadden een leider en die leider die heette Abraham Kuyper en die zie je rechts op het plaatje ook al de hele tijd in beeld. Nou, over de emancipatiebeweging heb ik een heel kinderachtig filmpje, wat zo kinderachtig is dat je het misschien wel goed onthoudt. Dus bekijk die vooral straks in de opmerkingen onder het filmpje, voeg ik die even toe. Over die Abraham Kuyper moet ik nog even iets meer vertellen, want dat is een hele belangrijke man. Dat zou je onder andere ook weer in een ander filmpje kunnen bekijken, die ik hier ook weer in heb staan, waarin ze even gaan kijken naar wie was die Abraham Kuyper. Nou, ik geef je daarvan even een korte samenvatting. Hij was de zoon van een dominee, dus hij wist heel goed wat er in de Bijbel stond, wat heel veel protestanten ook heel erg belangrijk vonden. En Kuyper zei, liberalen stellen de mens boven God. Nou, dat had hij ook goed gezien, dat was ook exact het doel van de liberalen. Maar, zei Kuyper, politici zouden eigenlijk moeten gehoorzamen aan de Bijbel. De Bijbel is het belangrijkste en daaromheen moeten de wetten worden gebouwd. Hij richtte daarom de eerste politieke partij van Nederland op. En die partij noemde hij naar de groep mensen waar hij toe hoorde, namelijk de naam die de protestanten hadden, de anti-revolutionaire. En hij noemde de partij ook de ARP, de anti-revolutionaire partij. En wat dan nieuw is, want dat was in die tijd nog niet heel erg, kijk, je had wel liberalen, maar al die liberalen die bepaalden zelf een beetje wat goed was. En hij bedenkt, weet je wat, wij gaan in een partij. En dan spreken we met z'n allen af dat we allemaal hetzelfde vinden. Dan hebben we een grotere kans dat de wetsvoorstellen worden aangenomen. Gaan we een stukje verder. Want Kuyper vond dat zijn partij als belangrijkste doel vooral had om de schoolstrijd te winnen. Nou, wat was er precies aan de hand? De liberalen vonden dat iedereen naar school moest kunnen. Dan zou je zeggen, oeh, dat is toch helemaal niet zo heel erg. Maar als de protestanten en de katholieken hun eigen school wilden hebben, dan moesten ze zelf voor die school betalen. Terwijl het openbare onderwijs, het onderwijs zonder de Bijbel, gratis was voor iedereen. En dat vonden de katholieken en de protestanten een beetje oneerlijk. Liberalen zeiden, moderne mensen moeten zich niets laten wijsmaken door dominees en priesters, maar ze moeten zelf nadenken. En op school moeten we ze dat leren. En als ouders dan thuis ervoor kiezen om hun kind te willen opvoeden met de Bijbel en mee te nemen naar de kerk, prima, maar laat kinderen zelf nadenken wat ze als ze volwassen zijn, zelf geloven en zelf willen. Wat de liberalen doen is eigenlijk wel een beetje een smerig trucje. En het werkt trouwens ook niet zo heel erg, maar ze stellen een nieuwe grondwet, een nieuwe schoolwet in. Een schoolwet in 1878. En in die wet staan er wat nieuwe eisen. Wat nieuwe regels waar scholen aan moeten voldoen. En dat kost extra geld voor de scholen. Dus dat betekent gewoon in de praktijk dat scholen, of je kind naar school laten gaan, als je je kind naar een protestants of een katholieke school stuurde, dat duurder wordt. En daarmee hopen de liberalen dat meer katholieken en protestanten denken, nou prima, wij geven ze thuis wel les over de Bijbel, we sturen onze kinderen naar een openbare school. Maar dat gebeurt eigenlijk helemaal niet. Die protestanten die besluiten eigenlijk dan maar meer in eigen organisaties te gaan doen. Ze starten een eigen universiteit. De Vrije Universiteit in Amsterdam bestaat nog steeds. Ze starten hun eigen kranten. Ze starten hun eigen jeugdvereniging, ik bedoel mee een protestantse voetbalvereniging, een protestantse scouting, andere protestantse sportvereniging. En eigenlijk zie je dat die protestanten steeds meer loskomen te staan van de samenleving. Ze gaan naar een aparte school, ze sporten op apart iets, ze gaan ook alleen maar met protestantse vriendjes om. En je ziet echt dat die protestanten een eigen groep gaan vormen in Nederland. En dan zie je dat die liberalen denken, oei, die protestanten die verenigen zich op heel veel verschillende manieren. Die werken op heel veel verschillende manieren samen. Dat moeten wij ook gaan doen. En dan richten ook de liberalen een partij op. En die liberale partij die heet de Liberale Unie. En daarop besluiten ook liberalen te gaan samenwerken.
Dan kijken we naar de katholieken. Want ook de katholieken voelden zich net als de protestanten een beetje ja, achteropgesteld in de samenleving. En ook die beginnen met emanciperen en dat doen ze ook met onder andere het starten van een nieuwe partij. En die partij zou er eigenlijk voor moeten zorgen dat ze ook gelijk worden behandeld als andere burgers in Nederland. Ze starten ook eigen organisaties, die ik net ook noemde bij de protestanten. Dus ook een katholieke voetbalvereniging, en katholieke scholen en een katholieke krant. Nou, de leider, Herman Schaapman, was de meneer die dat een klein beetje leiding gaf, zou je kunnen zeggen. En Herman Schaapman was ook de leider van de katholieke partij, de RKSP, de Rooms-Katholieke Staatspartij. Je ziet wel dat Schaapman iets voorstelt, en dat is best wel bijzonder. Hij stelt namelijk voor om te gaan samenwerken met de protestanten. En dat doet hij omdat hij vindt eigenlijk dat de protestanten en de katholieken, ja, eigenlijk van huis uit vijanden van elkaar, dat die eigenlijk meer met elkaar gemeen hebben dan ze zelf zouden denken. Sterker nog, hij zegt eigenlijk ook, we hebben samen één grote vijand, dat zijn de liberalen met hun vervelende openbare scholen. En door de schoolstrijd stelt hij voor om te gaan samenwerken met de ARP en samen te gaan werken met de protestanten. En samen noem je de protestanten en de katholieken confessionelen. Dat is een lastig woord, maar wel een belangrijk woord. Want als je confessionelen ziet staan, dan moet er meteen een belletje gaan rinkelen. Dat je denkt, oh ja, dat zijn de christelijke partijen die samenwerken in de schoolstrijd. Dan zijn we nog bij het laatste stukje. En dat is nog een stukje in je boek. Wat gaat over een belangrijk twistpunt, een belangrijk verschil tussen de liberalen en de confessionelen. En dan heb ik het over zedelijkheid. Goed gedrag op seksueel gebied. Dus hoe ga je om met seks? Wat is het nut van seks? Wat mag je van seks laten zien in de samenleving? En daar hadden ze een groot verschil over. Een groot verschil van mening. Dingen als seks voor het huwelijk. En ik zie dat ik een E te veel heb toegevoegd. Maar ook prostitutie en voorbehoedsmiddelen. Dat waren echt discussiepunten tussen de liberalen en de confessionelen. Liberalen zeiden eigenlijk, ja, wat mensen in de slaapkamer doen of privé thuis, dat moeten ze lekker zelf weten. Daar gaan wij niet over. We willen mensen vrijheid geven en als mensen iets willen doen waar ze zin in hebben, zolang het andere mensen niet schaadt, vinden wij het prima. Maar in 1911 krijgen de confessionelen dan toch een klein beetje hun zin. De confessionelen groeien steeds meer en door hun samenwerking krijgen ze meer macht. En in 1911 zitten ze in het kabinet en hebben ze een minister, een katholieke minister, die een nieuwe wet instelt. En die wet die noemen wij de zedelijkheidswet. En die meneer die zie je rechts op het plaatje staan. En drie dingen waar de katholieken een enorme hekel aan hadden, en ook de protestanten trouwens, dat was abortus. Waarbij ze ook zeiden, en het geldt trouwens een beetje hetzelfde als voorbehoedsmiddelen, maar dat God bepaalt of je zwanger wordt of niet. En dat God ook bepaalt of dat kindje dan het moet halen of niet. En dat je dat niet zou moeten laten weghalen. Maar ook pornografie wordt verboden. Dat waren nog geen films in die tijd, maar dat waren vooral foto's. En prostitutie wordt ook verboden. Opmerkelijk, het meest of het oudste beroep ter wereld. Maar ja, eigenlijk zeggen de katholieken en de protestanten, zeggen, seks heb je alleen maar om je voor te planten. Dat heb je alleen maar als je getrouwd bent. En als je ongetrouwd seks hebt, is dat eigenlijk schandalig. En dat zou eigenlijk niet moeten. Dus die wet die komt er in 1911. En het grappige is, ik heb even een kopietje toegevoegd van een artikeltje, een krantenartikeltje van een aantal dagen geleden. Het CDA, eigenlijk een beetje de partij die uiteindelijk is voortgekomen uit al die protestantse en katholieke partijen, die stelt nu in 2020 weer opnieuw voor om prostitutie te verbieden. Terwijl prostitutie een aantal jaren na die zedelijkheidswet weer is toegestaan onder een aantal strikte voorwaarden. Nou, het CDA zegt nu, je moet prostitutie niet willen. Want er zit heel veel illegaliteit in. Veel dames die werken gedwongen in deze business. En er zitten heel veel vrouwen die gesmokkeld zijn uit Oost-Europa. Nou, denk daar voor jezelf maar eens over na wat je daarvan vindt. Wat je mening over dat beroep is. En of je vindt dat dat wel of niet zou moeten worden verboden. Tot zover deze paragraaf. Een ruime 20 minuten. Valt denk ik reuze mee. Met wel een aantal lastige begrippen. Zorg ervoor dat je die begrippen voor jezelf goed kent. Heb je vragen, laat het vooral mij weten. En succes met de opdrachten die bij deze paragraaf horen. Tot de volgende keer.